zeggen dat alweer een nieuwe vlog op het kanaal Bern Schuren. En we staan vandaag bij IKEA. En jullie denken nu, Rune, waarom ga je naar de IKEA? Het zit namelijk zo. Ik ga een kamer optreden. Zoals ik al zei, ben ik bezig met de studiobuur. En die gaan we vandaag afmaken. Dingetjes hier meegenomen en hopelijk gaan jullie het super vet vinden welke ik van mijn kamer ga maken. Dus nu op naar huis. Ik ben dus nu begonnen met het vernieuwen van mijn kamer. Hier stond vroeger mijn kast en ja, het is gewoon één grote rommelboel. Ik heb ook even de studioverlichting daar aangezet en dat is papa. En dit is ongeveer de toestand nu. Eerst lag hier heel erg veel rommel. Maar we gaan nu eerst beginnen met schilderen van deze muur. Dus hopelijk valt het allemaal een beetje mee. We zijn nu bezig met deze muur helemaal wit te maken, maar hopelijk vinden jullie het een beetje cool en wordt het straks zo cool. Dus als je het zeker nu al mooi vindt, laat het hieronder weten in de reacties. Zoals jullie zien, ik zit op de ladder, want we gaan aan de laatste muur beginnen. En ik ben best blij, want eindelijk ontspannen dan. Day 2. Zoals ik jullie gisteren al had gezegd, moest vandaag een nieuwe lamp nog komen. En hij is heel erg mooi geworden. Hij ziet er zo uit. Het is heel... Wacht. Zo. Het is warm sfeerlicht en... Dat vond ik best wel mooi, ook met zo'n mooi gedesigneerde lamp aan de buitenkant. Dus als jullie het mooi vinden, laat het hieronder zeker even weten. Zoals ik jullie al had gezegd, gingen we naar de IKEA. En ik liet jullie ook al een heel klein stukje zien van mijn mooie lampie. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Maar het oranje dat jullie zagen, is dit! Een opneemzetel! En dan kan ik gewoon zo hier gaan zitten, met mijn statief dan. Daar. En dan kan ik gewoon tegen jullie superleuke dingen vertellen. En gewoon de leukste video's maken. In deze chille oranje bandje. Slaapt alleen maar niet zo lekker. Maar dan gaan we nu door met het volgende. Zoals jullie kunnen zien, zit ik in een zetel. In deze zetel gaan ook alle praatvideo's doorgaan. Als we dan iets hoger gaan kijken, hebben we hier de Air Jordans. En ik vond deze zo lijp. Dus ik heb ze meegepakt voor mijn Jordan collectie. Want zoals jullie hierboven kunnen zien, ben ik een beetje een Jordan fan. Maar dit waren beperkte oplages en... Deze kleur vond ik best cool ook. En het zijn retro en ik hou daarvan. Dus toen dacht ik, waarom niet meenemen? Als we dan iets verder naar hier gaan kijken. Is dit bijna helemaal mijn Adidas collectie. Van hier tot daar loopt Adidas. Alleen hieronder staan Nikes. En daarboven staan Converses. Ik vind die schoenen vooral heel erg lijp.
Als we dan iets verder lopen, heb ik hier een tweede kast. Dit is wel helemaal een Adidas kast. Want ja, bij deze zie je het niet echt heel goed. En bij deze maar. Adidas. Deze video is niet gesponsord. Als je naar hier doorwandelt, heb je mijn kledinghek hier staan. En hier ben ik persoonlijk heel erg blij mee. Want hier kan ik bijvoorbeeld t-shirts die ik op YouTube-meetingen en zo koop, ophangen. Zoals deze ook. En ja, ik ben een beetje een S-Knoll-fan. Maar hier kan ik bijvoorbeeld ook al mijn hoodies kwijt. Mijn jassen, mijn jeansvesten, mijn leervesten. En ja, het is gewoon echt super handig. Als je naar hier iets verder wandelt, heb je hier een vitrinekast. En de meeste van jullie zullen misschien geen vitrinekast hebben. En als je het toch hebt, zet je er waarschijnlijk trofeeën of een servies in ofzo. Maar ik heb deze gebruikt voor schoenen. Zoals bijvoorbeeld deze Yeezys. Jammer genoeg zijn ze wel niet echt, maar ik vond ze er heerlijk uitzien. En het is zo gezegd dan een Yeezy met Off-White. Deze zijn wel gewoon gekocht voor de sier. Maar als ik binnenkort mijn echte Yeezys aankrijg, gaan een van deze schoenen weg. En komen mijn echte Yeezys in de plaats. De schoenen die ik hier heb zijn de Air Jordan Ultimate Pink. En het zijn jongens- en meisjesschoenen, kindermaten ook. En de onderkant is eigenlijk roze. Maar het speciale hieraan is dat je hier, ik ga het plakkertje er niet afhalen, maar hier, als je goed kijkt, zie je een hologram van Jordan. En dat maakt deze schoenen zo speciaal. En ze zijn ook een beetje reflectief. Dat is er ook wel heel erg leuk aan. Hier heb ik mijn Human Races MMD's. En deze zijn ook gewoon gekocht voor de sier. Deze gaan er wel blijven staan. Want ik vind deze gewoon heel erg mooi. Ik ga ze denk ik ook niet echt dragen. Maar hiervan staat ook de doos er heel leuk nog bij. Dus leuk gedaan. En dan hier, deze schoenen vind ik zelf heel cool. Omdat ja, je hebt zo een luchtzool en van alles en nog wat. Dit zijn mijn Air Max 95 GS'en. En ik vind ze gewoon zo lijp. Ook gewoon met de kleurtjes. En het coole hiervan is, dit moet je ribbenkast voorstellen. En dit je twee longen. Wat je ook hebt hierbij. De twee ogen van een panter. Maar ik doe mijn vitrinekast snel weer dicht. Want anders kan er stof aankomen. Als je iets verder naar hier door loopt. Ja, ik doe het precies alsof mijn kamer kei groot is. Maar dat is ze eigenlijk niet. Staat hier mijn oude district step. En ik ben vroeger een stepper geweest. En heb toen deze step speciaal helemaal laten spuiten. En ja, ik vond het eigenlijk een heel erg leuk aandenken. Dus heb ik deze een mooi plekje gegeven naast mijn vitrinekast. Iets verder van de step heb ik hier een kastje staan. En ik vind het zelf heel leuk. Een lavalamp. En hier hangen dan mijn kaders die ik op de Bite Days heb laten tekenen. Deze was die van Dylan met aantekening van Dylan, Rick, Marit, Teun en IJsbrand, oftewel Nick. En als je dan iets verder naar hier doorgaat, deze staat een beetje verstopt achter de kast, heb je het groot gehandtekende shirt. Maar ja, die hing eigenlijk eerst boven de vitrinekast, maar toen net de vitrinekast kwam, hebben we deze eventjes weg moeten zetten. Maar deze gaat zeker nog een heel mooi plekje krijgen in mijn kamer. En dan hebben we hier een heel leuk gehandtekend shirt van Enzo. Alleen zie je niet dat Enzo het gehandtekend heeft. Ergens hier staat zijn handtekening op. Daar ben ik heel zeker van. Maar ik zie het gewoon heel slecht. Omdat het met een zwarte stift op zwart en niet heel goed zichtbaar. En dan hier deze, ik wil hem wel omhelzen, maar dat gaat niet echt. Staat mijn Enzo Knol t-shirt met handtekening van Enzo.
En dit vond ik zo gaaf. Als je iets meer naar hier loopt, zit hier de lichtknop. En die leidt naar deze luster hierboven. Hier mooi boven mij. En het leuke aan deze luster vond ik eigenlijk dat het zo'n mooi origineel design eigenlijk was. Ook met heel erg warm sfeerlicht. Dat vond ik heel mooi voor op een lamp. Waar we eigenlijk eerst koud licht, maar dat ging hierbij niet. Dus hebben we maar mooi warm sfeerlicht genomen. Heel blij met deze lamp. Als we naar hier gaan, komen we aan mijn bureau. En hier staat mijn editingprogramma open. Final Cut Pro X. En ja, hier doe ik gewoon al mijn edits. Zoals jullie zien was de laatste video de vuurwerkvideo. En hier ben ik ook wel een tijdje mee bezig geweest. Maar heel trots geworden op het resultaat. Dan hebben we hier mijn micro en ik heb deze nog maar een paar keer gebruikt, maar het is wel echt een chill klein dingetje, want je kan hem ook meenemen als je wilt, dus dat is best wel handig. En dan hebben we hier een mini lampje en deze steek ik aan om te editen, want ik edit nu 's avonds en dan kan ik het gewoon zo heel chill neerzetten en dan kan ik ook gewoon alles goed zien. Dan hebben we hier naast mijn iMac een playbutton staan met een klein YouTube dingetje. Dit is eigenlijk van poetseerklei en uit een sticker, dus ja, heel erg leuk. En dit heb ik zelf gemaakt tijdens dat ik mijn 100 subscribers had gehaald. Ja, het leek mij best een leuk idee om deze te maken. En dan, als je naar hier gaat kijken, heb ik hier mijn schooletiketten gehandtekend door Dylan Hagens. Dylan, Marit, Rick, Teun, IJsbrand en of Niek. Het lampje weer uit. En dat was het voor mijn bureau. Laat dan zeker even een dikke vette like achter. Laten we gaan voor de 20 likes. Klik hieronder zeker eventjes op de abonneerknop. Want daar maak je me echt super blij mee. Laat in de reacties ook zeker even weten wat je van mijn nieuwe kamer vindt. Ik vind hem heel vet. Hopelijk jullie ook. En dan zeg ik zoals altijd, kijken is liken en liken is subscriben. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video.